Ik doe gewoon de deur open, jongens. We gaan beginnen. 5 dagen per week is Kringloop de Wolde in Ruinewold open. En elke dag is het druk. Goedemiddag. Goedemiddag. Kom erin. Goedemiddag. De kringloopwinkel komt voort uit een rommelmarkt van en voor de christelijke muziekvereniging Bergklanken. 10 jaar geleden kreeg die hier een vaste plek en nog maar een paar jaar geleden verdubbelden ze het gebouw. Maar nu 10 jaar later barsten we alle kanten eruit. En dan sta je voor de keuze. Moeten we een stapje terug doen of moeten we toch doorgaan? En we hebben voor het laatste gekozen. We gaan gewoon door. Uitbreiden, nieuwbouw. Uitbreiden, veel groter magazijn, alles een beetje ruimer opzetten. De kringloop in Ruinewold trekt klanten uit de wijde omtrek. Ik vind hem geweldig. Ik kom speciaal even een rondje hier langs. We zijn even naar Staphorst geweest, naar Steenwijk en nou even hier. Nou, ik vind hem zo mooi dat ik in ieder geval 2 keer in de week hier kom. Kringloopwinkels maken allemaal goede tijden door. Deze zag vorig jaar de omzet met een kwart stijgen. Nieuwbouwplannen liggen klaar en de financiering is geregeld. Een forse investering. Een klein beetje. Hoeveel? Ja, dat zeg ik niet. 1,5 miljoen heb ik gehoord. Meen je dat? Zo. Van uzelf? Van mij? Ja. Jongen, nou geloof er maar niks van, maar ik overdrijf heel graag. Jaarlijks gaat het tot wel een ton naar 50 goede doelen, voornamelijk verdeeld via kerkdiaconieën. En we hebben gezegd, als je dan gaat verdelen, moet je dat heel ruimhartig doen. Moet je niet alleen maar denken van, oh, het moet bij onze eigen doelgroep van de kerk. Nee, je moet over je schutting heen willen kijken. En dan vrijwilligers geen gebrek voor een kopje koffie en 1 keer per jaar een kerststol. Had ik 10 jaar geleden niet gedacht. Als oude schoolmeester.